De legging voor de kreeft. Stormen. Dus er zit op dit moment een storm om jou heen. En we hebben vast in de modder. Dus het kan dat je natuurlijk vast zit door die stormen. Hè? Natuurlijk krijg je van storm, regen, ook modder. En dat helpt allemaal niet natuurlijk. Dus je kan het gevoel hebben vast te zitten. Een belangrijke boodschap van deze kaart is om, terwijl je vast zit in die modder, zijn er leuke dingen natuurlijk die je kan doen. Hè? Spelen met die modder, of een modderbad nemen, noem maar op. Dus probeer om die tijd toch soort van goed te benutten. En ook wat ik hierbij voel is, die storm laat jou zien hoe sterk je eigenlijk bent. Hoe groot jouw kracht is. En je komt daar sterker uit. De magier. Je eigen kracht vinden. Weten dat je zelf alles in je hebt wat nodig is om dit tot een succes te maken. De maan, dus er zijn veel emoties op dit moment ook om jou heen. En hier hebben we een hele mooie uitkomst eigenlijk, hè? Die geliefde. Dus de storm gaat over en dan blijft er iets heel moois over voor je. De Pentakels 6, dus een hele mooie vaste relatie, is wat hier uit gaat komen. Dus die storm die gaat voorbij en dan vind je je eigen kracht en dan vind je die prachtige, mooie, vaste relatie. De Heremiet. En de Koningin van Zwaarden. Dus het is de bedoeling dat je zelf een richting kiest. Dat je zelf kiest wat je wilt. En er dan ook gewoon voor gaat. Ik zie onverwerkte emoties waar je misschien nog mee aan de slag moet. Dat is een boodschap die ik je mee wil geven. Pentakels 9. En de koning van staven. Dus er is een hele sterke aantrekkingskracht tussen jullie. En het gaat succesvol zijn. Die relatie gaat succesvol zijn. En dat is mede doordat jij die kracht in jezelf vindt. Hè? Weet wat je waard bent. Weet wat je aan kunt. En dat je ervoor gaat. Nou zou het zelfs kunnen zijn dat er bijvoorbeeld op dit moment iets van ziekte speelt of zo. Of iets waardoor je echt gewoon vast zit. Hè? Weet dat er betere tijden aan gaan komen. En deze persoon die blijft aan jouw zijde. Die gaat niet weg. Hier hebben we de aas van zwaarden. En de ridder van staven. Dus duidelijkheid, helderheid komt eraan. En een nieuwe start komt eraan. Dus er komt heel snel al komt er vooruitgang in deze relatie, deze connectie. Hier hebben we de pentakels 3. Dus een vaste relatie met die geliefde. Hè? Met jouw ware liefde, met jouw soulmate. Een vaste relatie met de koningin van pentakels. Heel stabiel en ik zou zeggen een huwelijk. Dus
in wat voor storm je op dit moment ook zit, weet dat het heel snel beter gaat worden en dat je heel snel eigenlijk een duidelijke richting voor je krijgt van, nou, dit is de kant die het opgaat. Ik zie ook dat jouw soulmate met communicatie komt die jouw duidelijkheid geeft. We hebben het oordeel met de hoge priester, dus ja, dat is het universum eigenlijk, hè, wat zich hiermee bemoeit. Wat ervoor wil zorgen dat jullie in die vaste relatie terechtkomen samen. Dus die wil jullie samen hebben, die wil jullie bij elkaar hebben in een vaste relatie voor de lange termijn. Een huwelijk, hè, de hoge priester, de pentakel 6. Dus het komt allemaal goed. En misschien is er zelfs een breuk op dit moment tussen jullie. Of zijn jullie even niet zo goed samen. Maar dat komt terug met het oordeel. Dus het contact komt terug. Het goede contact komt terug. Die relatie die komt terug. Daar hebben we de ster. Dus sowieso het hele, hè, met de ster, maar ook dat wat je zo graag wilt, dat wat jouw ziel zo graag wil met de heremiet, echt je diepste hartewens, je zielenwens, gaat in vervulling. Beker 7. Dus het zijn meerdere dingen. Die goed gaan komen met de ster. Dus die gaan beter worden. Dus we zien overal verbeteringen. Overal. Dus alles komt goed. Alles wordt beter. Staven 9. En de koning van zwaarden. Dus het is niet alleen op het gebied van de liefde dat de dingen beter gaan worden, maar ook op andere gebieden in je leven. Dus het zijn meerdere dingen die gaan verbeteren. En het is bijna zover, hè, met die staven 9. Het verleden blijft in het verleden. En ja, we zien hier eigenlijk een besluit van, nou, ik ga ervoor. Ik vind die kracht en ik ga ervoor. En ik zorg er gewoon zelf voor dat alles beter wordt. Je hebt zelf alles in de hand. Neem zelf die verantwoordelijkheid. En dan komt alles op jouw pad. En alles komt goed. We zien een gelukkige lange termijn relatie. En verbeteringen op allerlei gebieden. Dus ook financiën, gezondheid, werk. Het ziet er heel erg goed uit. Dus hou vol. Het gaat allemaal beter worden en het gaat heel snel gebeuren, die meer. Dus, nou, heel veel succes met alles en tot de volgende keer. Oké. Okay.